Een stralende Koningsdag in Millingen. U heeft al het nodige beelden gezien van wat hier allemaal te doen is vandaag. En wie hier ook is, dat is de enige Millingenaar die ook een lintje heeft gekregen. En dat is Peter Hendricks. Dag Peter, proficiat met je lintje. Dankjewel Erik, ja. Had je het verwacht? Nee, totaal niet. Nee, dat is een echte verrassing gisterochtend in het gemeentehuis. Nou ben je daar altijd al om te filmen en foto's te maken. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik ging van huis zoals vele jaren ik dat doe. En in het gemeentehuis, ja, je gaat je spullen opbouwen. En er stonden tafeltjes met één stoel waar geen bordje bij stond. En op zich is dat niet zo'n ramp, want ja, dat zal nog wel komen, denk je dan. Totdat de burgemeester mij bij zich riep en vertelde van dat die lege stoel voor mij bedoeld was. En dat ik mijn bordje daar maar eens even neer moest gaan zetten. En toen werd het voor jou duidelijk. Ja, toen vielen er een aantal dingen wat samen, ja. Maar van tevoren, want je staat hier netjes in het pak en zo. Dat zou je normaal misschien niet gedaan hebben. Hoe is dat geregeld? Nou, ik had dit blauwe blouseje had ik wel gewoon aan. Want ja, ik ga toch wel netjes gekleed naar zoiets toe. En het zal wel opvallen als ik dit kobertje in één keer aan moest. Wat ze toevallig de week van tevoren maar eens gebracht hadden. Omdat iemand dat over had. En dat werd in het gemeentehuis overhandigd aan jou, dat jasje? Nee, die heb ik vandaag voor het eerst aan. Vandaag voor het eerst? Ik heb nooit geen kobertjes aan, maar nu voor het eerst. Ja, hoe voelt dat? Wennen. Ja, je voelt je... Ja, de kleren maken de man, zeggen ze soms. Maar ik moet wel aan een kobertje wennen, ja. Ja, nou, je hebt een mooie onderscheiding gekregen van de koning, zeg maar. Hè? En die heb jij te danken aan jouw goede inzet op het gebied van fotografie en videografie. Waar maak je overal verslagen van, zeg maar? Ja, heel veel. Kijk, het is destijds in 1995 al een beetje begonnen. Toen ik van iemand eens een keer een videocamera te leen kreeg. En in Millingen net de kerk helemaal grondig gerenoveerd werd. En ik daar gewoon dagen omheen gezworven heb. En veel bijzondere dingen had vastgelegd. Waarbij mensen dus opviel dat ik dat deed. En ik vond het leuk. En zo is dat steeds verder gegroeid. En 2000 een eigen videocamera aangeschaft. En toen is er dus heel veel gaan lopen. Toen ontdekte ik de toenmalige WFM. De lokale omroep in de gemeente Millingen en Ubbergen. En toen ben ik eens wezen praten. Onder andere bij jou. En toen is er heel veel gebeurd in die tijd. Ja. Heb je helemaal ontwikkeld, zelf ontwikkeld of ook cursussen gevolgd? Nee, het is een eigen... Autodidact, hè? Ja, autodidact. Ja, ik moest even naar het woord zoeken. Ik heb schijnbaar een bepaald kijk naar iets. Ik kijk ook wel in hokjes en dingetjes naar kadertjes. Hè, van, dat is leuk of niet leuk. Ja. En dat probeer ik dan... Je kijkt waarschijnlijk, althans als mijn ervaring, ook op een andere manier naar de Nederlandse televisie als de gemiddelde kijker. Ja, soms zie ik wel eens dingen van, dat had wel anders gekund. Nou, niet dat ik perfect ben, maar ik denk wel, dat... Of juist dingen die wel goed gaan, hè? Waar je wat van kunt leren natuurlijk. Hè? Natuurlijk, de programma's, natuurlijk kijk je daarna en je denkt, als ik het zo doe of zo doe, en je gaat proberen en dat komt dan ook nog mooi uit. Natuurlijk leer je daar eigenlijk ook van, ja. Je hebt in de loop der jaren heel veel gefilmd en foto's gemaakt. Je zult best een groot archief hebben, hè? Ja, ik heb externe schijven vol met materiaal. Ja. Het is niet meer zo duur om externe harde schijven te kopen. Dus ik heb een partijtje harde schijven gekocht. En nu alles per jaar gearchiveerd op een schijf. In de kwaliteit van deze tijd. Want ja, het verandert natuurlijk ook, hè? Ja. Dus ik kan dus per jaar wel heel snel dingen terugvinden, ja. Nou, ik wens jou nog een hele fijne dag en nog heel veel plezier met je hobby in de toekomst. En dat je nog vele jaren mag blijven filmen en foto's maken. Ja, dankjewel. Ik vind het leuk en ik zal voorlopig ook niet stoppen. Ja, dat vind ik echt leuk om te doen, ja. Je bent getrouwd met je vrouw, maar ook een beetje met de hobby, hè? Nou, als ik de camera niet bij me heb, dan zeggen sommige mensen, die staan dan te kijken van, ik mis iets aan je. Ben je ziek of zo? En dan, ik heb vandaag, moet ik even naar de winkel, want daar heb ik geen camera voor nodig. Ja, oké. Goed. Ja. Nogmaals veel plezier, Peter. Ja, dankjewel Erik.